Hoe ziet het leven na de zaak eruit? Een serie interviews met en over ondernemers die hun zaak hebben verkocht. Over alle ups en downs en dingen die ze volgende keer anders zouden doen. Ik zit hier met Marcel Broersma, die zijn bedrijf in 2006 verkocht. Marcel, van harte welkom. 2006, dat is alweer een tijdje geleden. Wat was dat voor een bedrijf? Dat was een detacheringsbedrijf. Ja. En multidisciplinair, dus IT'ers, financiële mensen. Oké. Okay. In de volle breedte? In de volle breedte, ja. Ja. En hoe is dat bedrijf ontstaan? Ja, er zit een hele korte of een lange versie. Ik zat een beetje de middellange. Ja, maar ik heb tijd. Ik heb zelf, toen ik 18 was, ben ik bij Randstad begonnen. Ja. Het uitzendbureau. Ja. Dan heb je een soort connectie met mensen, in dat geval uitzenden. Ja. En 12 jaar later, na ook nog een studie bedrijfskunde te hebben afgerond, dacht ik, goh, dat lijkt me leuk om dat zelf te kunnen. Omdat je het anders wilde doen? Of omdat je het gewoon... Ja. Ook met de overtuiging, want dat heb je dan natuurlijk heel sterk, dat je het anders kan, dat het beter kan. Best een beetje hogere doelen. Waar zat hem dat in, anders en beter? Als je teruggaat naar die tijd, uitzenden was, zeker in Nederland, best wel redelijk uitgekristalliseerd. Mm-hmm. Dat gebeurde heel goed, heel netjes. En detacheren was in die fase ook nog wel enigszins, laten we zeggen, een beetje cowboymarkt, zeg maar. Ja. En de ambitie die wij hadden, was die twee werelden samenbrengen. Dus op een hele goede manier gaan detacheren. Mm. En niet alleen je medewerker uitknijpen. Ja. Maar ook zorgen dat je hem een soort deelgenoot liet maken van zijn eigen carrière. Ja. Nou, en zo was het, zeg maar, het ideologische... De tijd ver vooruit in de discussie die we vandaag de dag hebben over al dan niet ZZP'en voor de Deliveroo's van deze wereld en zo. Daar zouden we nog een boompje over op kunnen zetten. Het was in ieder geval op dat moment niet. Nee. En dat hielp ons wel heel erg om heel hard te gaan. En hoe, wat betekent dat, heel hard te gaan? Maak dat eens concreet. Hoe hard gingen jullie? Ja, laat ik zo zeggen. We gingen in één jaar tijd groeien van 0 of 2 mensen. Groeiden we naar 100 man en een jaar later 250 man. Dus, en dat, laten we zeggen, je bent gewoon met je bedrijf bezig. Tenminste, zo heb ik dat in die fase zelf ervaren. Mm. Maar op een goed moment werden we zelfs uitgeroepen tot de snelste groeiers van eerst Nederland, toen Europa. Voor wat dat overigens waard is. Maar toen realiseerden we ons wel dat het harder ging dan dat het normaal was, zeg maar. Oké. Okay. Hoe groot was de organisatie die je opbouwde? Hoeveel mensen had je, zeg maar, die los van die je detacheerde, maar die je de organisatie runde? Ja, laat ik zeggen, ik denk dat we een mannetje of 60, 70, 80 intern personeel hadden. Hmm. En misschien nog iets meer op een goed moment of een slecht moment. Ja. Hard groeien is ook zorgen dat je maatregelen neemt om die groei voor te blijven. Ja. En we waren ook wel opportunistisch, erg positief over wat er mogelijk was, zeg maar. En wanneer kwam verkoop in beeld? Was dat een plan? Nee, eigenlijk niet. Laat ik zo zeggen, verkoop, al vanaf binnen 6 maanden hadden we ons eerste bod. Hmm. Dus op een of andere manier was permanent, waren er wel partijen geïnteresseerd. En waarom? Waarom waren jullie zo hot? Laten we zeggen, het was een beetje de markt, maar ik denk dat we ook wel opvielen. Omdat we zo hard groeiden, we waren redelijk wat in het nieuws, links en rechts. En vooral, we hadden hele goede mensen aan ons weten te verbinden. Zo kijk ik er maar een beetje positief naar. Ja. Maar dat was eigenlijk nooit een issue. Dus wij hadden dat bedrijf... In die zin waren jullie niet mee bezig? Nee, totaal niet. We hebben het bedrijf nooit opgericht om het te verkopen. Nee. Daar waren we ook niet mee bezig. En wanneer is dat echt wanneer is dat actueel geworden? Ik denk dat we zijn in 2002 op een haar na failliet gegaan. En toen hebben we eigenlijk, toen kregen we door dat dingen ook kapot kunnen. Hm. En dat klinkt een beetje onnozel. Tot die tijd hebben we er nooit rekening mee gehouden dat we om wat voor reden ook dat het bedrijf failliet kon gaan of dat het zou kunnen stoppen. Het ging als een dolle gewoon. Ging als een dolle. Ja. En we hadden ook wel de overtuiging dat we dat je de markt, dat alles maakbaar is. Hè? Dus dat je ook de markt kan verslaan. En wie is we trouwens? Met hoeveel partners runde je dit? Ja, ik runde dit met een compagnon, met een hele goede vriend van mij. En
ja, samen met de secretaresse begonnen wij 1 januari 1998 op een zolderkamer. Nou zag hij er wel een beetje luxe uit voor een zolderkamer. Maar, ja, maar het was wel een zolderkamer. Een soort jongensboekverhaal, zeg maar. Ja, ja, ja. En hoe lang duurde het voor je een kantoor moest huren dan? Dat was binnen een jaar. Nee, we hadden gelijk een kantoor gehuurd. Ja. We hadden allebei vanuit onze eerdere carrière al wat geld bij elkaar weten te brengen. Okay. Dus ze zijn echt meer dan luxe van start gegaan. En als je binnenkwam, dan leek het een soort... Leek net een bedrijf. Het leek net een bedrijf. Ja. Sowieso, het leek bijna een soort, ja, wat is dit nou? Rood pluche. En het leek bijna een soort advocatenkantoor. Ja, ja, ja. Hey, en dan uiteindelijk ga je toch verkopen. Waarom? 2002 bijna failliet. Ja. En ook het besef van, oké, het kan ook kapot. Ja. Toen is er bij ons beiden wel iets gebeurd van... oké, we moeten wel zorgen dat we een klein beetje voor onszelf zorgen. Dus dat was het eerste zaadje. Ja. Dus we eerst een klein stukje van het bedrijf verkocht. Maar wel ook al vrij snel de beslissing genomen van, ja, dit moet toch anders. En wij beoogden, laten we zeggen, een beursgang. Dat kon in die tijd nog. Je wilde IPO'en gewoon. Hoppakee. We hadden ook wel echt wel serieuze ambitie om het detacheringsbureau van Nederland te worden. Mm. En wat in eerste instantie beoogd de grootste, de beste van Nederland worden... bleek uiteindelijk nadat wij fuseerden met een beursfonds... op te drogen als een verkoop. Ah, oké. Jullie zijn met een beursfonds samengegaan. Dus waardoor je eigenlijk makkelijk op de beurs terecht kwam. Heel makkelijk. Ja. En laten we zeggen, we hadden op zich de ambitie om het op eigen kracht te doen. Hm. Maar in dat rondje ervoor, dan ga je ook praten met een M&A-specialist. Ja. Waar haalde je die vandaan? Ja, die kwam weer uit... Het werkte een beetje zo via. Dus ja. Een goede vriend van mij, die had net met die bewust M&A-specialist wat gedaan. Die hebben ze gebeld. En zo ontstond het plan. En zo begonnen steeds meer dingen op zijn plaats te vallen. En hoe lang heeft dat traject geduurd, zeg maar? Vanaf de eerste contact of de eerste gedachte tot en met dat het allemaal geregeld was? Als ik echt kijk naar het verkoopproces, dan was dat relatief snel. Ik denk dat met een maand of 5 in kan en kruiken was. Okay. Ik denk wel dat wij daarvoor al echt een soort verkoopplan in ons hoofd hadden. Oké, en dus al voorbereidingen had getroffen? Ja. Zoals? Ja, zoals ze dat mooi noemen, je zorgt dat je tent strak staat. En wat houdt dat in? Je zorgt dat als men bijvoorbeeld nog eens wil kijken of je vergaderd hebt met elkaar... dat netjes in mappen zit. Financiën waren goed georganiseerd. Alsof je al een beursnoteerde onderneming was eigenlijk. Gewoon je zaken heel extreem op orde. Ja, en laten we zeggen, dat is altijd zo. De dingen die de minnen zijn vaak ook de plussen. Het feit dat wij in 2002 bijna failliet gingen. We hebben 2003 een ongelukkig zwaar jaar gehad. En moesten we zorgen dat alles helemaal strak stond. En doordat het bedrijf zo ongelooflijk goed en strak georganiseerd was... waren we al vrij snel verkoop klaar. Ja, ja, ja. En dan komt die verkoop los. Dat betekent voor jou persoonlijk ook dat je dan... Dat heet dan vermogend, hè, word je dan? Ja. Dan heb je goed voor jezelf gezorgd. Ja. Wat gebeurt er dan? Zeg maar, ik moet dan altijd aan een moment denken. Weet niet, wat was dat moment voor jou? Is dat het moment dat je een krabbel zet? Is het het moment dat je een... aardig bedrag op je rekening gestort krijgt. Ja, laten we zeggen, daar zijn eigenlijk heel veel momenten. Het feit dat je op een gegeven moment de deal maakt. Ja. En dan was de deal op dat moment eigenlijk nog niet eens beoogd... afscheid nemen van het bedrijf. Dus zo'n handtekening, dat is een moment. Ja, laten we zeggen, het bedrijf was natuurlijk beursgenoteerd. Het duurde na de transactie best nog een tijd voordat, laten we zeggen, de aandelen... In mijn scherm stonden, als het ware. Ja. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment... stonden dan de aandelen in mijn scherm tegen de koers van die dag. Ja. En dat geeft ook een soort gênant gevoel. Was het heel veel? Het was heel veel, ongelooflijk veel. Maar wat ik zeg, het is bijna een soort gênant gevoel... dat je denkt, ja, ik kan dat aan niemand laten zien. Ik heb er geloof ik wel een fotootje van gemaakt... maar het fotootje ben ik al lang weer kwijt. Dus ik denk dat ook wel echt een... Daar zat je alleen naar te kijken? Of zat je met je compaan? Nee, daar zat ik alleen met mijn compaan. Uiteraard, daar kan je het wel wel. Maar ja. Dat was wel echt een... Dat was wel zo'n moment dat je denkt... Nou jongens,
wat is nou toch gebeurd? Hè? Gewoon, dat je even zo'n moment dat je hebt van dat je te gast bent in je eigen leven bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. En wat heb je toen gedaan? Zeg maar, ik bedoel, wat en dan? Nou, er waren een aantal dingen die in die fase gebeurden. Al vrij snel werd mij duidelijk dat, dat die fusie geen fusie werd. Nee. Maar dat daar toch een aantal dingen begonnen te schuren. En dat leidde er voor mij toe dat ik zei van ja, dit wil ik niet meer. Dat ik afscheid ging nemen. Hoeveel tijd daarna heb je het dan over? Dat is een maand of vijf. Oké. Okay. En had je de afspraak over gemaakt dat die periode langer zou zijn? Nou ja, laten we zeggen, dat was de intentie, de bedoeling. Ook oprecht had iedereen zoiets van, dat gaan we doen. Okay. Maar er waren drie kapiteins op één schip. En laat ik maar zo formuleren, dat was in ieder geval één te veel. Maar ik denk wel twee te veel. Yeah. En dan kunnen we over twisten wie dan te veel was. Maar ik heb op een, ik geloof de dag voor Hemelvaart, heb ik gezegd van, nou, ik leg mijn functie neer. En ik heb mijn aandelen verkocht. En ben als het ware begonnen aan mijn nieuwe leven, zeg maar. Dus dat was echt het moment dat de aandelen ook toen werd het je eigen geld. Toen kwam het op je bankrekening. Ja, ja. Ja, dat was daarvoor al. Zat je weer naar dat scherm te kijken? Ja, nou, laat ik zeggen, kijk, dat is toch. Dat zou je denk ik herkennen bij veel ondernemers. Ik zie een onderneming als je kindje. Ja. En dat je met heel veel passie en heel veel zorg groot probeert te brengen. Laten we zeggen, het eerste wat mij gebeurde is dat ik gewoon toch wel geëmotioneerd afscheid nam. Binnen vijf maanden of binnen een half jaar? Binnen van je kindje. Ja. Dus laten we zeggen, ik ging met mijn plant en mijn doos ging naar de auto met toch redelijk dikke ogen. Tranen in mijn ogen ging ik weg. Dus je moet ook een beetje de veerkracht hebben. En dat klinkt een beetje, hè, want je bent van buiten naar binnen kijkend. Je hebt een fantastische bankrekening. Ja. Je hebt een heel mooi bedrijf. Het is een prachtig bedrijf. Ja. Dus wat zit je moeilijk te doen? Maar laat ik zo zeggen, ik heb daar echt wel even tijd voor nodig gehad om. Het is een rouwproces eigenlijk. Ja, in wezen. Nou, ik denk dat je dat goed. Maar hoe heb je dat ingevuld dan? Of hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben eerst maar eens even op vakantie gegaan. Ja. Ik heb toen ook heel stoer geroepen van ik ga nu een jaar lang niks meer doen. En ook heel hard geroepen tegen iedereen. Ik ga een jaar niks doen en je hoeft me niet te bellen. We zijn toen eerst maar eens even lekker op vakantie. Wie is we? Mijn vrouw en onze kinderen. Ja. Hoe reageren die op het feit dat papa of man lief zo'n succes heeft als ondernemer? Laat ik zo zeggen. Kijk, in eerste instantie gaat dat allemaal op een geleide schaal. Hè? Ik bedoel, we hebben dat bedrijf een jaartje of 8-9 gehad. Ik heb eigenlijk het idee, in eerste instantie ga je een soort groei er automatisch naartoe. Mm. Wat meer echt een grote verandering was. Want ik heb heel hard gewerkt. Niet alleen dat jaartje voor de verkoop. Nee, precies. De jaren ervoor. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik daar 20 jaar lang heel hard heb gewerkt. Ook in de tijd voor Flex. Dus wat er vooral spectaculair was, is dat ik opeens thuis was. Papa was in één keer thuis. En opeens had ik helemaal niks meer om handen. Zat je in één keer het systeem thuis een beetje helemaal door elkaar te gooien? Ik maakte altijd de flauwe grap over dat ik KPI's ging opstellen voor mijn vrouw, de werkster, de tuinman, de strijkster, de kinderen uiteraard. En laten we zeggen, daar word je niet zomaar leuker van. Nee. Het is een leuk verhaal om zo te vertellen, maar. Maar dat was ook wel eens lastig. Nou, je bent gewend heel hard te werken, maar je bent ook gewend om bepaalde stappen te zetten. En als je opeens in een soort vacuüm terechtkomt. Mm. Ja, dan moet je toch even op zoek van, oké, en wat is dan de volgende stap? Dus eerst maar eens even eruit. Ja. Een jaar lang. Ja. Dus eerst op vakantie. Ja. Maar geen jaar lang, neem ik aan. Ja, dat heeft 3 maanden geduurd. Maar ben je met het hele gezin weggegaan? Ja, ja, er zijn het hele gezin. Kinderen waren nog klein? Kinderen waren klein. 5 jaar, 6 jaar. En van school afgehaald en gaan? Nee, want het was natuurlijk vakantie. Dus we hadden op zich ook wel vakanties redelijk goed georganiseerd altijd. Ja. Dus we gingen, weet ik veel, 5 jaar weken hebben een prachtige vakantie gehad. Okay. En dat deden we over het algemeen. Dus de heerlijke vakantie gegaan. Waartoe? En toen kwamen we natuurlijk weer terug van de vakantie. Waar ben je toe geweest? Wat was dan de plek die je dan kiest? Wat was de ultieme vakantie? Toen gingen we naar een combinatie van Mauritius en de Seychelles. Prachtige vakantie. En toen kwam je terug.
En toen ging vrouw Lief weer dat ding doen. En die kids gingen dat ding doen. En ja, toen zat jij daar. Toen zat ik een beetje te zitten. En toen? En, is dat dan een zwarte kat? Bestaat dat? Ik denk dat dat bestaat. Want jij had heel stoer gezegd, bel me maar niet. Dus niemand die jou belt. Ja, dat gaat natuurlijk dan toch anders. Maar ik denk dat dat zwarte gat bestaat dan meer. Ik denk dat, ja, ik weet niet of het zwarte gat is, maar het is in ieder geval dat je heel erg uit balans bent. En ja, dus al snel kreeg ik zoiets van, oké, dit werkt niet. Ik moet wel doen. Ja, ik moet gewoon, de energie moet ergens naartoe. Ja, en maar jij ik ben geen groot golfer. Dus, nee. Dus dan ga je toch een beetje onrust krijgen van, oké, wat moet je dan doen? En dan krijg je ook een proces wat in mijn geval, ik weet het niet precies, maar best wel, ik denk misschien 1 à 2 jaar heeft geduurd. Waarbij je echt zoekend bent van ja, en wat wordt dan die volgende stap? Ja, want dat is wel de vraag die dan een antwoord moet krijgen. Wat wordt de volgende stap? Ja. En niet zo dat je dan zegt, oh, ik ga 8 verschillende kleine stapjes nemen. Of nee, je wil weer een nieuw ding. Ja, er bestaat hier niet echt een handboek voor, heb ik gemerkt. Wat wel zo is, is dat je, je gaat mensen spreken. Dus ik ben in de auto gaan zitten en ik heb heel veel kopjes koffies gedronken. En op zoek naar, oké, wat wordt dan de volgende stap? Huh? En dat is een beetje een mix tussen wat wil je niet en wat wil je wel. Hè? Ik had al vrij snel een aantal dingen dat ik denk, nou, dat wil ik niet. Wat niet? Ik wilde bijvoorbeeld niet nog een keer zo'n zelfde soort stap maken. Dus weer een detacheringbedrijf oprichten, op het zeepkistje gaan staan en voor de troepen en dan gaan we weer. Daarvan dacht ik van ja, ik vind dat wij hebben zo'n prachtig bedrijf neergezet. Goed is goed, hè? Dus dat niet. En vervolgens was het echt een beetje zoektocht van ja, en wat dan wel? En dat ging je vormgeven door middel van heel veel kopjes koffie drinken met mensen uit je netwerk? Ja. Ja. En toen? Kwam daar iets uit? Misschien romantiseer ik dat er gewoon heel boing, dat er één moment was. Maar ik weet nog goed, er was één moment. En een bevriende ondernemer, die ook een goede vriend van mij geworden is, die belde mij op een gegeven moment op. Die zei, goh, ik heb een detacheringbedrijf, financieel detacheringbedrijf. En dat groeit, maar dat moet harder groeien. Zou jij het wat vinden om bij mij in de raad van advies te komen? Dus begon ik eerst heel hard te lachen. Ik was vrij jong, ik was 38. Ik ben niet kaal, ik ben niet grijs. Ik weet het niet, maar dat lijkt me iets voor oudere mensen. Ja. Maar hij is een redelijk overtuigend persoon. Dus hij zei tegen mij van, nee, maar draai nou een middagje mee, dan kun je kijken of je dat vindt. En dat vond ik fantastisch. Dus ik reed naar Den Haag en heb daar een middag mee gedraaid. En gek genoeg, er zaten een aantal dingen die er zo leuk aan waren. Je bent weer van waarde. Het is nuttig om daar te zijn. Wat je toch... Ik realiseer me dat onvoldoende. Dat je best wel veel dingen weet. Het is toch wel... Je hebt heel veel dingen meegemaakt al. Dus je kan op basis van wat je ziet, wat je hebt ervaren, kan je best wel goed meedenken over dingen. En toen dacht ik, jeetje man, dit is het. En dus ik reed weg. En ik denk, hier ga ik er 5 van doen. Dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. En dat was ook binnen een paar maanden was dat zo. Ja. Dus binnen een paar maanden had ik een aantal bedrijven die ik adviseerde. Zelfs ook 1 of 2 waar ik een belang in had. En dan was het? Nou ja, laten we zeggen, daarin was er nog één. Ik kreeg het weer druk. Ja, ja. En dan kom je op een soort lastige keuze. Want je hebt een tijdje alleen geopereerd. Want wat deed je in die tijd dat je het niet druk had? Hè? Buiten kopjes koffie drinken. Zat je dan gewoon thuis of haalde je de kinderen uit school? En wat deed je dan? Want je ging niet de hele dag koffie drinken. Nee, nou ja, kinderen uit school halen, hobby's. Zoals? Golven doe je niet? Veel ondernemers hebben geen hobby's. Nee, dus ik heb een van mijn hobby's was autoracen. Okay. Alle dingen die je kunt verzinnen. Dus ik reis graag. Kinderen uiteraard naar school brengen. En je was regelmatig op het circuit? Ja. Ja. Dat is niet echt rustig, maar voor je hoofd. Nee, dat is ook, maar laat ik zo zeggen, ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. Het maakt niet zo heel veel uit of je dan aan autoracen doet of dat je, ik noem wat, bridged. Ja. Dan ga je ervoor. Ja. He, dus dat is dat wat ondernemers ook ondernemers... Je doet dingen niet half. Is gewoon dat denk ik. Aan of uit?
aan of uit. En wat ik ook wel denk, wat het leuke aan ondernemers is, zij zien dingen die anderen niet zien. Dus zij hebben een bepaald soort ding dat ze denken, maar ik zie dat en dat gaan we doen. Hmm. En vaak is het zo dat dan heel veel mensen denken van ja, maar ik zie dat niet of dat zie je verkeerd. Mm-hmm. En dat vind ik de charme van ondernemers. Die laten dingen gebeuren die anders niet gebeurd waren. Ja, klopt. En toen was je dus adviseur overal en nergens. Had je er 5 of nog meer? Had je het weer druk? Kreeg ik druk. En toen? En toen kwam ik het soort van, oké, en hoe ga ik dit dan doen? Hè? Want ik kreeg het echt een beetje te druk. En toen ben ik met een studievriend van mij, Guido Marger, ben ik naar Berlijn gegaan. Wij gingen elke 3-4 maanden gingen we ergens naartoe. Dat doen we nog steeds. En hij had net geprobeerd een management buy-out te doen bij een onderdeel van Getronics. Mm-hmm. Dat was mislukt. Mm-hmm. Dus hij was helemaal teleurgesteld. Mm-hmm. En ik had zoiets van, oké, waar kijk ik nou tegenaan? Hoe ga ik dat nou doen? En al pratend reden wij naar Berlijn. We hebben daar gezellig wat gegeten, gedronken. En vervolgens reden we terug naar Nederland. En hebben elkaar een hand gegeven. En toen zijn wij Peak Value begonnen. Zo werkt dat. En het concept van Peak Value had je op die terugreizende auto besproken. Van, dan gaan we dit doen. Uiteindelijk hebben we daar natuurlijk nog veel tijd in gestopt. Maar de kern, en het met name het wederzijdse commitment. En wat was de kern van wat jullie gingen doen? Als je dat in 2 regels... Ja, dat kan ik wel heel, heel tastbaar, zoals je misschien... Ik ben een Amsterdammer van geboorte, maar daar hoor je niet zo veel. Ik wou zeggen, je hoort er niks van. Dus ik ben goed Rotterdams opgedroogd. En wat de kern van ons bedrijf is, dat wij ondernemers harder helpen groeien dan ze zelf kunnen. Met de handen de mouwen opgerold en de handen uit de mouwen. En dat is wat je in je adviestaken zeg maar merkte, hoe tof je dat vond. Precies, van daar moet ik dan een onderneming omheen bouwen. Ja. Zodat het wat meer wordt dan dan alleen maar losse adviestaakjes. Ja, niet alleen een rapportje inleveren, maar gewoon ook gas geven. Ja, gewoon gas geven. Ja. En wat mij opvalt, is dat je nu volgens mij ook bij Flex, had je het ook al over een goede vriend of zoiets. Dat jij onderneemt, vindt het leuk om met vrienden te ondernemen. Ja. Dat is ook tricky. Ja. Tenminste, ik heb ook als ondernemersvader gehoord dat vriendschappen echt er goed aan gaan. Ja. Dat is bij jou nog niet gebeurd. Ja, dat is bij mij gebeurd met Flex. Ja. De vriend waar ik dat bedrijf mee heb gehad. Ja, laten we zeggen, dat is een van de dingen die ik ongelooflijk jammer vind. Dat is een van de 3 directieleden van die 3 dingen. Okay. Ja, dus laten we, die prijs is hoog. Hè? Dus dat, wat dat betreft is dat eigenlijk dat je dan denkt van ja, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga nooit meer iets doen met een vriend. Dat heeft je de vriendschap gekost? Dat heeft de vriendschap gekost. Hmm. En dan toch, het bloed kruipt dan kennelijk ook een beetje waar het niet gaan kan. Ja. Ga je dan toch weer met een vriend, een bedrijf. En waarom is dat zo prettig om dan met een... Ja, laat ik zo zeggen, ik weet het niet, maar als ik het zou moeten uitleggen. Het ondernemen is al intens. Dus ik vind het heel leuk om te ondernemen. Hmm. En als je bevriend met iemand bent, dan heb je dezelfde set van waarden en normen. En dat maakt dat dan denk ik nog leuker. Ja. En je snapt elkaar heel goed. Dus daarmee kan je nog makkelijker bepaalde stappen zetten, denk ik. En dan neem je het risico maar. Ja, het werkt nou helemaal zo. Hè. Laat zeggen, ik vind het heel erg leuk om samen successen te delen. Maar ook problemen te overwinnen. Ja, het maakt het heel intens. Hey, en waar staat Peak Value nu inmiddels? Is dat weer net zo'n succes aan het worden als Flex? Nou, laat ik zeggen, dat waar we vandaag staan. Mooi, succesvol bedrijf. Waarbij we aan de ene kant allerlei strategietrajecten doen. Want wat is het businessmodel? Is geen uurtje factuurtje alleen, kan ik me zo voorstellen? Een combinatie. Wat we proberen te doen is uurtje factuurtje. Ja. We hebben een product, foto van de toekomst. De naam zegt al een beetje. Advies. Advies. Ja. Alleen dan kom je soms bedrijven tegen dat je denkt, hé, dit is hem. En dan, als het wederzijds klikt, dan investeren we in zo'n bedrijf. Okay. En minderheid, meerderheid, heb je daar een filosofie? Altijd een minderheid. Okay. We willen niet de sleutels overnemen. Maar wel, we proberen wel, dat is ook iets wat ontwikkeld. Hè. Peak Value hebben we nu alweer 10 jaar. Hmm. En we zijn begonnen met kleine belangen. Ik dacht dat ik alles kon. Hè, dus ik bedoel, ik dacht dat ik alles in goud kon veranderen. Nou, ik heb gemerkt dat dat niet zo is. Hè, onze tocht is gegaan langs biologische smoothies, huiswerkbegeleiding, crisiscommunicatie en in alle eerlijkheid, dat moet je dan ook even leren. Je hebt niet overal verstand van. Hmm. Door schade en schande leer je daar ook wel in dat je zegt van oké, maar daar hebben we dan wel verstand van en daar zijn we dan heel goed in. Oké, dat zijn ook de type bedrijven waar je dan daadwerkelijk in. En wel, wat voor bedrijven zijn dat? Ja, het zal je niet verbazen, er zit ook een detacheringsbedrijf tussen, IT-detachering. Hmm.
Maar we zijn ook wel geïnspireerd geraakt. Ik ben zelf ook wel geïnspireerd geraakt door technologie en innovatie. Ja. Ik heb een paar jaar geleden Singularity University bezocht. Nou, dat was voor mij echt wel een hele levendig gebakken lucht verkocht. Het feit dat je dan toch ervaart wat technologie en innovatie mogelijk maakt. Ja, dat heeft mij wel gegrepen. Hmm. Dus we hebben ook een tweetal softwarebedrijven waar we in participeren. En de toekomst van Peak Value als bedrijf? Hoeveel mensen werken er nu? Is het groot? We hebben altijd een schil van vaste mensen en wat stagiaires. Ja. We hebben met z'n tienen. Dat is niet groot, dat is niet klein. De toekomst van Peak Value. Een van de lessen die ik heb geleerd in die geraniumtijd. Ja. Is dat ik blijf altijd werken. Dus ik vind het, mijn passie ligt bij impact maken, dingen laten gebeuren. Dat is gebeurd met Peak Value. Dat is, vind ik, een feestje om te doen. Mm. Dus daar waar ik tegen alle ondernemers die wij klaarstomen voor een exit. Ben je dat zelf niet aan doen? Zijn we dat zelf niet aan doen. Mm. Nee. Is het verkoopbaar? Peak Value? Ik denk als je wel, even als adviseur kijkt? Als ik van buitenaf kijk en ik poets het een beetje op, dan is het zeer goed verkoopbaar. Mm. Wij zijn al jarenlang druk bezig geweest met het neerzetten van een goed ondernemersnetwerk. Mm-hmm. Al die ondernemers kennen ons. We hebben tientallen, honderden van die foto's gemaakt. Ja. Dus in die zin heeft het naam bekendheid. Heeft een soort constante stroom van mensen die het weten te vinden. Dus ik denk dat het zeker te verkopen zou zijn. Alleen is niet te koop. Het is niet te koop, voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. Ja, precies. En tot slot, wat zijn, als je nou eens terugkijkt over al die lessen die je hebt, pak er nog eens één of twee uit. En je denkt van, die ondernemer die nu zit te kijken, en waarbij het jeukt en die denkt van, ik ga richting zo'n verkooptraject, ga ik nu, daar ga ik naartoe. Wat geef nog eens een paar dingen mee, of je denkt, als ik terugkijk. Laat ik twee dingen uithalen. Ja. Waarom is een ondernemer succesvol? Omdat die ongelooflijk eigenwijs is. En dat maakt hem succesvol. Diezelfde eigenschap heeft in ieder geval in mijn geval er bijna toe geleid dat ik bijna failliet ging. Mm. Dus probeer daarin een goed klankbord te organiseren, zodat je gewezen wordt op je eigen wijsheid. Ja. Dat is één. En de tweede is, en ik kan er misschien wel naar 10 noemen. Ja, ja. Is een open deur, denk ik. Maar verkopen is een vak. En als je de allergrootste verkooptransactie van je leven gaat doen, want meestal verkopen ondernemers maar één keer hun bedrijf. Ja. Laat je daar dan goed in bijstaan. Ja, doe dat niet zelf. Wij hadden een fantastische M&A-adviseur. En die heeft er echt voor gezorgd dat die verkoop, niet alleen dat het bedrag hoger uitviel, maar dat die verkoop ook echt tot stand kwam. Tot slot wil ik nog één ding weten. De relatie met de bank. En daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, hoor. Maar wat is de rol van, je begint meteen te glimlachen. Als je ondernemers en je vraagt over een bank, dan beginnen ze te grijnzen. Maar wat is de relatie van een bank in zo'n proces? Ik denk dat die relatie van een bank heel, heel belangrijk is. Waarbij ik me afvraag, ik denk dat de relatie met je bank als ondernemer heel belangrijk is. En ook in de verschillende groeifases die je doormaakt. Met name daarin heb ik nog eens wat hiccups ervaren. En daarom zou ik zeggen, je moet in ieder geval heel veel tijd investeren in de relatie met je bank. Ja. En toevallig als ik dan kijk naar het verkoopmoment, in ons geval zeg ik het was een beursgenoteerde bedrijf. En daarmee, dat ging dan relatief soepel. Zeg. Ja, ik kan me voorstellen. Ik dank je voor het delen van dit prachtige ondernemersverhaal. En ik wens je heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen de komende jaren. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar dit gesprek. En mocht je dit luisteren als podcast, dankjewel voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Marcel Broersma uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Mees Pierson. Wilt u weten wat de experts ondernemersvermogen voor u kunnen betekenen? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.